Waarom zie ik hier toiletpapier? Hallo? Waarom loopt dit rond op mijn boerderij? Dit is de ultimate flex. Armor van toiletpapier. Roblox. Vandaag spelen we het spel My Farm. Deze game zag ik een tijdje geleden ook op Roblox staan. Alleen, ik dacht, laat ik hem nu eens weer een keer joinen. Kijk hoe het er nu uitziet. Want toen was het volgens mij nog in alpha of zo. Maar nu ziet de game er zoveel beter uit. En voor de mensen die deze Roblox game niet kennen. In deze Roblox game begin je dus een farm. Je kan dus gewassen verbouwen. Je kan melk maken, popcorn maken. Kijk, je kan zelfs vee teelt. Oké, dan gaan we nu maar beginnen. Hallo Kim, hallo. Jij hebt graan en een hele grote zeis. Oh, ineens is hier wheat. Oh, kijk, dit ziet er sappig uit. Het is 3D. Oeh. Kan ik ook op... Nee. Ik moet er overheen lopen. Ik kan er niet op klikken. Oh, dit voelt zo lekker. Woehoe. Oh, dat voelt lekker. Hallo, Kim. Wat een coole baan. Complete quest. Oké, wow. 20 wheat seeds. De game ziet er zoveel beter uit. De menus waren eerst echt zo slecht. Je kon totaal niet volgen, maar het ziet er zo leuk uit. Dit is wel een van de betere Roblox games. Ja, je kan het eigenlijk niet echt vergelijken met Mad City of zo. En dat is ook een hele goede Roblox game. Ik weet niet waarom hier sparkles op zitten. Misschien is dat een speciaal vakje. Oké, ik snap het niet. Ik snap niet waarom sommige sparklen. Oh, dat is denk ik als ze net zijn geplaatst. Maar die is groen. Ik denk dat die gewoon sneller groeit of zo. Dat deed me echt denken aan Animal Crossing. Ik spam linker muisknop. Please bring me 12 more wheat. Yes. Oh ja, we kunnen het nu alweer harvesten. Hoe snel gaat het ook gewoon? Oké, het staat dus ook in mijn backpack. Heb ik al veeteelt? Nee, natuurlijk niet. Of livestock. Oh. 200 coins met aardbeien. New gift. Can you please harvest 16? We tap on the planted seed to water it. Oké. Ik denk dat we ook later andere gewassen kunnen doen. Ik zie ook daar dat hij een soort sprinklers erover heeft. Wat best wel vet is. Ik denk dat het dan automatisch water geeft. Oh ja, kijk. Plants need water. Your crops... Oh, je krijgt ook een melding voor als je crops geen water hebben. Want dan groeien ze niet. Laten we het allemaal gaan harvesten. Niet alles is nog klaar. Oh yes, ze zijn allemaal klaar ineens. Hoppa, behalve die. Waarom groeit die niet? Oh, maar het is zo lekker 3D. Heerlijke wheat. Yes, complete. Woehoe! Ja, we hebben een kip. Your enemies are hungry. Waar? Oh, kijk. Ik heb hier al gewoon... Wacht, als ik die kip... Als ik ze niet equip... Oh, ik had al gewoon dit hier staan. Ik heb 1 kip, ja. En ik kan er 2. Oh, wat cool. Ik kan ook gewoon... Oh, hè? Hoe liep ik er net onderdoor? Oh ja, ik kan er gewoon overheen springen. Animal food. Oh, ze eten allemaal 1 zakje per keer. Oh, wat een lieve kip. Ik duw hem tegen het hek aan. Oh, kijk, hij loopt terug. Hij heeft zijn ei gelegd. Yo. Oh, dan pakt hij dus 1 food. Oké. Dat is best wel heel erg cool. Kijk, hij heeft ook koeien en zo. Yo, Kim. Wat is deze baan toch cool. Ik word elke keer echt helemaal hartjes confetti. Alsof ik echt iets super sicks heb gedaan. Ik heb nu tomaten. Ik heb carrots. 40. Oké, we kunnen echt heel veel gaan planten. Oh, kijk. Hier heb je alle quests. Press the store icon. Go to the store. Oh, kijk. Hier kan ik dieren kopen. Ja, wat? Een andere tractor. Oh ja, kijk, je kan hem fixen met 125 Robux. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Plant level, carrot seeds. Oh, dan kan je nieuwe zaadjes kopen. Ja, oh, it's all coming together now. Wat gaan we planten? Zullen we gewoon carrots? Ik denk dat carrots het meest verdient. Ja, of we doen zo. En hier tomaten. Ja, wheat is trash. Kijk, hier verdienen we denk ik wel mee. Maar voor dingen hebben we eieren nodig. Oh ja, we moeten ze water geven. Je moet ze altijd even een paar keer spammen per keer, merk ik. Maar ik vraag me af of we deze video één van deze machines kunnen krijgen. Of van die sprinklers. Wacht, laten we even exploren. Waarom zie ik hier toiletpapier? Hallo? Waarom loopt dit rond op mijn boerderij? Dit is de ultimate flex. Armor van toiletpapier. Ultimate flex. Maar dit zijn alle verschillende mannetjes. Oh, nu moet ik met Jane praten. Wat kan ik hier? Hier kan ik... Oh, hier kan ik het uiteindelijk verkopen. Ik kan het of voor quest of ik kan het allemaal verkopen. En kijk, oh, dan verdien je geld. We moeten even kijken. Oké, die heeft tomaten nodig. Die heeft melk. Ja, dat hebben we nog niet. En aardbeien ook niet. Dus we kunnen alleen de eieren... bij Kim en Lian. Ho, wat heb ik gedaan? Lian kunnen we de tomaten. Oké. Ik vind het echt een hele leuke Roblox game. Ah, ik weet niet, het is zo'n lekker sfeertje hier met alles. Teleport to farm. Oh, alles is klaar, joh. Het is 1 maand rotten.
Oh, je moest er overheen lopen, dat was het. Oh, ik heb nu weer opnieuw geplant. Ik ben nu tomaten aan het planten. Nou ja, boeien. Goed zo. En dan gaan we weer even naar mais, your seeds. En doen we de carrots. Planten meteen terug. Oh, wat nice. Oh, dat oppakgeluid is zo nice. Yes, oké, nog maar een paar planten wateren. Yes, oké. Oh, die kip heeft ook al zoveel eieren gelegd. Volgens mij heeft hij nog maar één voedseldingetje. Ja, oké. Complete quest. Yes. Woe! Your feed. Oh, dat is in één keer alles. Oké. Bij jou hebben we 16 tomaten nodig. Kom voor de bakker, mevrouw. Hier moeten we eerst allemaal voor gaan upgraden. Ik weet niet wat de lowest level is. Het is 9, 15. Oké, 9 is tot nu toe de laagste mozzarella machine. Hier 2 eggcards. Maar ik kan het nog niet upgraden. Dan heb ik eerst animals 2 nodig. Ik weet niet of ik nog lettuce wil. Ik wil eigenlijk varkens. We kunnen ook een koe kopen of meer kippen. Maar we hebben daar helemaal geen plek voor. Zullen we 1 koe kopen? Ik weet niet of dat nut heeft. Misschien had ik beter een kip kunnen kopen. Ja, ik heb nu een kip en een koe. Samen in 1 hok. Ik weet niet of het goed samen gaat, maar oh. Oh, hij loopt. Oh, ze lopen. Kom ik echt nu pas achter. Hij is wel cute hoor. Ik kan hem ook rondduwen. Hier, we zijn aan het worstelen. Woe! Oh, hij gaat altijd gewoon terug naar zijn oorspronkelijke plek. Oké, waarom vreten jullie zo snel? Stop eens met vreten. We moeten ook wel echt seeds gaan verkopen. Ja, de tomaten kunnen we dan niet verkopen. Want daarmee completen we nu een quest. Yes! Hey, beter geef hem gewoon even de hard cash. Yes, 400. Nice. Kijk, hier kunnen we traden. Trade. Hier, veel succes ermee. Het verkoopt echt voor niks. Binnenkort moeten we ook weer nieuwe seeds gaan kopen. En dan blijft er echt niks meer over. Ik had geen koe moeten kopen. Waarom zit het toiletpapier te dansen op de brievenbus? Heb ik ook brieven? Die brievenbus is ook aardig hoog, moet ik zeggen. We kunnen toch ook wel de tractor kopen. Zometeen gaan we de trekker kopen. Wow. Kijk dit. Wat een luxe huis. Nou ja, het is nogal klein, maar... Oh, kijk. De eggmachine is unlocked. Oh, yes. En we hebben dus nu ook pigs. De egg. Oh, we moeten 6 eieren en dan kunnen we egg cards packen. Oh, dan kunnen we ze gewoon inpakken, soort van. En oh, kijk de animals. Maar we hebben helemaal niks om die koe te melken. Oh, jawel. Hij dropt gewoon melktonnen. Oké. Nou ja, ik vind het helemaal mooi. Hier, iets meer... food geef ik aan. Wow. Yes. Hoeveel plek hebben we nu? Laten we een big kopen. 2 kippen. 1 koe. Ja, als we zo doen. Zo, oké. Ik heb 1 koe voor niks gekocht. Yes, kijk, we hebben 2 kippen. Zal ik je helpen? Oh mijn god, hij blijft zo gebukt. Wat mooi. Oké, ja, ik weet niet wat jij geeft. Nou, je bent in ieder geval wel erg cute. Maar we hebben dus nu 2... We hebben 2 kippen, dus dat betekent extra eieren. Laten we gewoon weer carrots, I guess. En gewoon nieuwe tomatoes. Ik weet niet of we die ook opnieuw kunnen planten. Ik denk het niet. Select a seed. Kijk, het melken en zo binnenstromen. Yes, oh, we kunnen nu al een quest completen. Kom maar op met de gift. Moe. We hebben gewoon een koe gekregen. Feed. Oh nee, ik moet de planten, die moet ik water geven. Ik snap nog steeds niet dat groene ding niet. Volgens mij is dat het teken dat hij klaar is. Alleen, dat is gewoon gebukt volgens mij. Ja, maakt niet uit. Het werkt gewoon nog steeds. Het is gewoon functioneel. Maar wat heeft Kim dan nu nodig? Zoveel wheat. Zoveel tomaten. Paddenstoelen. Wanneer krijgen we paddenstoelen dan ook? Nooit. Ja, dat kan ook. 11 eieren. Oké, we gaan hem gebruiken. Make. En dan valt het eruit. Oh, wat cool. Oh, en die verkopen dan denk ik voor best wel veel. Nou, laten we maar met de tractor gaan. We gaan hem fixen voor 125 Robux. Oh, ik denk dat je de tractor gewoon alleen kan met Robux. Nou, even kijken of het een scam was. Je hoort dat geluid niet eens omhoog gaan. Weet je hoe moeilijk dit is om te besturen? Die wielen... Hallo, Dante. Die wielen bewegen uit zichzelf als ik rechtdoor rijd. Kijk. Oh, dit ding is zo onmogelijk om te besturen. Oh, wat een scam. Dante, neem je op. Ja, dat kan ik nu even niet zeggen. Ik zit nu even in een tractor. Oké, hallo mevrouw. Ik kom mijn spullen verkopen in dit nutteloze ding. Ja, ik wil de aircard. Oh, ja, kijk. Kijk, hier verdienen we het geld. Kunnen we ook koeien verkopen? Ja, laten we dat nog maar niet doen. Ik verkoop ook even het melk.
En mijn tractor is weg. Oh, die spant gewoon daar. Maar ja, ik vind het wel leuk. Het is wel leuk. Hoezo zijn er maar zo... Oh ja, ik had maar 4 tomatenseeds. Laat maar. Oh, kijk hoeveel carrots. Kan ik niet gewoon de tomaten terugplanten? Nee, ik moet gewoon nieuwe seeds kopen. Oké. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Laten we eventjes in de store. Bye. En dan... Even kijken naar mijn seeds. Oké, 8 carrot seeds. En 20 tomaten. Waarom is het hier zo druk, by the way? Ik ben gewoon een farmer. Niks bijzonders. Ik ben aan het opnemen. Ik ben aan het opnemen, pralinekes. Leuk dat sommige mensen me gewoon geloven. Kijk wat ik heb gekregen. Zo, kijk dit. 4 melk. Kijk die neus stuiteren als die loopt. Doe iets. Kijk, zij gaan wel aan het werk. Jij loopt hier alleen. Eeuw, jij maakt schimmels? Oh, je maakt paddenstoelen. Wat van je scheid of zo? Paddenstoelen? Ah, waarom? Waarom? Wie wou dat ook alweer? Jij. Konden we niet gewoon paddenstoelen op een andere manier kweken? Laten we weer nieuwe dingetjes gaan planten. Oké, wat kunnen we halen? Ik wil een nieuwe farm level. Ik kan een customized house. Ik wil nieuwe livestock. Kijk, nu hebben we alles een keer geüpgrade. Wat hebben we nu? We hebben nu 6 animals die we kunnen. 6 animals. Ik wil even kijken. Oh ja, wat vet. Ik vind dit heel leuk. Maar dit vind ik ook wel vet. Dit is ook echt meteen de duurste zo'n beetje die ik wil kopen. Nou, hey, nu ben je me gewoon aan het teasen. Ik wil nu ook die farmkleur kopen. Nu ben je me aan het teasen hier. De European House. Deze vind ik... Je kan hem nog verder customizen. Ja, ik wil denk ik zo... Oh, hij is echt veel kleiner dan ik had gedacht. Hij is echt mooi. Wauw. Oh, wat cool. Het is ook een hele andere inrichting. Wat hebben we hier dan? Kunnen we hier naar binnen? Nee. Even kijken naar de nieuwe livestock. Als we 1 buffalo doen en 2 pigs. Want ik heb nu mushrooms nodig. Ja, melk heb ik ook nodig. Maar ik weet niet wat ik van een buffalo krijg. Oh, kijk hem waggelen. Kijk de buffalo waggelen. Bam, bam, bam. Oh, kijk al de paddenstoelen en eieren die ik oppak. Jullie eten niet heel veel voedsel. Zo, mijn game crasht er bijna daardoor. Ik wil zien wat dat ding produceert. Nou, dat zien we zo wel. Oh, nu kunnen we zoveel gaan planten. Ik wil dit allemaal carrots en ik wil het meeste tomaat. Want dat heb ik nodig voor een quest. Kijk, we doen 3 rijen tomaat. En dan deze. We hebben nu ook lettuce. Oh, dat doen we wel bij onze volgende en laatste oogst. Ik heb er nu 20 van gekocht van lettuce. Ik ben benieuwd hoe die eruit zien. Dit is nu klaar. Dan kunnen we daar nu alvast letters voor in de plaats doen. Yes, geef even water. Dit is echt gewoon Stardew Valley. Zeker ook met die quest. Hier alvast een paar tomaten. Hoe ze ook uit de grond komen. Complete quest. Mijn gift wil ik hard cash. 400 muntekes. Hier ook al een paar wortels. En dan kunnen we dit nu alvast allemaal even met letters doen. Ik wil 3 letters. 3 tomaten. Tomaten hebben we niet meer. We hebben ook niet eens carrots meer. Oh jee, we moeten gaan kopen. 20 tomaten en 20 wortels. Ik wil 3 rijen tomaten en eentje. Dit moet je ook echt helemaal uitrekenen met wat je het meest nodig hebt. Kijk. Oh nee, letters is nog helemaal niet klaar. Ja, ik weet het. Het heeft water nodig. I know. I know. Even mijn vriendje jaloers maken met een screen, oké. Hier tussen de crops in het wild. Hopelijk is de screen klaar, want ik moet mijn planten gaan harvesten. Kijk, ik ben echt benieuwd wat die buffalo doet. Volgens mij ook gewoon paddenstoelen. Oh, kijk, alle lettuce. De lettuce is ook echt groot. Oeh! Oh, kijk, al die dingen die ik nu complete heb. Jij wil 1 milk? Quest complete. Nou, is volgens mijn gift hard cash. Nee, een buffalo. Yes, en dan is jouw quest voor een schimmel zo complete. En dan ga ik hier denk ik de video afsluiten. Kom op, de nieuwe gift. Wat is het? Carrot seeds. Oh, kijk, dat is wel nice. Dat is wel iets wat ik nodig heb. Ik hoef niet constant geld te besteden aan carrots. Of überhaupt aan seeds. Oké, die heeft paddenstoelen nodig. Die heeft meer schimmels nodig. En die heeft wheat nog steeds. Weet je wat? Dat doen we wel in de volgende video. Als jullie hier meer van willen zien... Wow, die background. Dat doen we wel in de volgende video. Als jullie hier meer van willen zien. We kunnen dus al deze dingen hier gaan unlocken. We kunnen meer dieren. We kunnen van die sprinklers. We kunnen allerlei sikke dingen doen. Jullie kunnen je support laten zien met een like. Vergeet niet mijn Discord server. Link in de beschrijving te joinen. Dat was een hele rare zin. Vergeet niet mijn Discord server te joinen. Link in de beschrijving. Vergeet me niet te volgen op Instagram. @ klondygames. En zie ik jullie bij de volgende video. Later!